Als je iets moet verdedigen in het debat wat niet te verdedigen valt, doe het dan ook niet. Het is 1984 en de zittende president Ronald Reagan gaat op voor zijn tweede termijn. Hij neemt het op tegen de democraat Walter Mondale. Het probleem is dat in die campagne Reagan keer op keer wordt aangesproken op zijn leeftijd. Is hij eigenlijk met zijn 71 jaar niet te oud om nog een keer president te worden? Een aanval waar je eigenlijk niets mee kan. Want als je erop gaat verdedigen, dan maak je het onderwerp alleen maar belangrijker. Jij bent de enige persoon die eigenlijk je eigen leeftijd niet kan verdedigen. Dus wat doe je? Reagan heeft een briljante vondst. Een vondst die je ziet in het fragment. You already are the oldest president in history. Some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Wat doet hij? Hij draait het om. En hij gaat niet over zijn eigen leeftijd praten. Nee, wat hij zegt is dat hij op geen enkele manier misbruik zal maken van het feit dat zijn tegenstander zo jong en onervaren is. Kortom, daar waar Reagan eerst in de verdediging zit, zit hij opeens in de aanval. Hij bedoelt het natuurlijk grappig en daar wordt verder ook niet inhoudelijk op gereageerd. Maar opeens is het hele leeftijdonderwerp van tafel en kan hij doorgaan met een inhoudelijk debat. De tip is dus, als je op iets wordt aangevallen waar je gewoon niet op kan verdedigen, probeer het debat dan te verleggen naar een ander onderwerp. In plaats van dat je het onmogelijke gaat doen en maar steeds opnieuw gaat uitleggen dat iets niet het geval is. Vond je dit nou een leuke of interessante video en denk je van nou, daar zou ik er wel meer van willen ontvangen? Dan kun je abonneren op ons YouTube kanaal en dan ontvang je zeer regelmatig actuele tips over overtuigen, events, vergaderen, noem maar op. Hoe abonneer je? Heel simpel, klik hierboven en je bent abonnee.